De Britse, de Zuid-Afrikaanse en de Manaus variant van het COVID-19-virus zijn nu ook in Suriname. Rakesh Gayadar Sukul, directeur van Volksgezondheid, zegt dat de berichtgeving over deze varianten niet is om het volk te laten schrikken. In februari en maart zijn er samples naar het buitenland gestuurd om na te gaan of er inderdaad sprake was van andere varianten. Sukul zegt dat de resultaten pas zijn binnengekomen. Waar het nu om gaat is dat het volk beschermd moet worden tegen verdere verspreiding van deze varianten. We moeten ook beseffen dat any collapse voor heel veel druk zet op ons zorgsysteem. En we willen geen gecollabeerde systeem hebben zoals in bepaalde landen duidelijk naar voren is gekomen. We kennen de verhalen van Manaus waarbij mensen moeten eigen zuurstof moeten gaan kopen, lange rijen, showen met zuurstof. We kennen de beelden van Italië, Milaan vorig jaar. Dat komt door een overbeladen zorgsysteem. U kunt de verhalen nog herinneren van Ecuador, waarbij er geen plek was in het mortuarium. Lijken werden in stakken gezet. Maar kijk, we willen die beelden niet in Suriname. En dat komt wanneer we een zorgsysteem hebben die in elkaar gaat storten. En dat ga je krijgen wanneer er heel veel besmettingen zijn. En bij heel veel besmettingen ga je zeker een bepaald deel hebben die ziekenhuiszorg nodig zal hebben. En waarbij een aantal ook intensive care zorg. En dan heb je ook heel veel middelen nodig. En dat is met onze uitdagende financiële situatie ook bijzonder uitdagend. We beginnen onze stem te laten horen, zodat de gemeenschap meehelpt om ons te behoeden. Gayadar Sukul zegt dat het COVID-team vanavond zal vergaderen over eventuele aanpassing van de maatregelen. Daarbij zal rekening gehouden worden met de verzoeken van de Nationale Assemblée. U mag weten, we hadden een onderhoud in DNA verband met vaste commissie gezondheidszorg. En we zullen alles meenemen en sowieso moeten we onze populatie beschermen. En ik denk dat we dan uitkomen morgen met een persconferentie hoe we verder gaan. En op basis van de cijfers gaan we verder moeten bijstellen, verscherpen of minder scherp aanstellen van al die maatregelen. Maar we moeten de cijfers sowieso gebruiken om te weten van hey, welke kant gaan we op. Dat was Rakesh Gayadar Sukul, directeur van Volksgezondheid. Hij zegt dat er alles aan gedaan zal worden om het volk te beschermen tegen de verdere verspreiding van het COVID-19-virus.